Langzaamaan wordt het steeds vroeger donker en je kan minder lang buiten zitten. Maar het is wel heel mooi dat je vroeger die schemering krijgt, want dan kan je heel mooi met verlichtingen werken. Dat kan je doen door gewone elektrische verlichting. Maar de trend op dit moment is het juist om het heel cozy en gezellig te maken. En dat doe je door middel van vuur. Buitenkaarsen zijn helemaal de trend van dit moment. Dan heb je verschillende soorten. Dan heb je bijvoorbeeld dit soort blikken die je prima op het terras neer kan zetten. Of dit soort potten voor op de terrastafel. En zelfs buiten fakkels voor op je border. Als je kaarsen buiten ziet, dan heb je vaak last van de wind als ze uitwaaien. Nou, met deze kaars heb je daar geen probleem van, want er is een speciaal lont voor gemaakt. Deze is gemaakt van houtvezels en daarna nog een keertje in de paraffine gedrenkt. Dat houdt in dat ze heel goed branden, een grotere vlam geven en ook veel minder makkelijk uitwaaien in de wind. Van deze tuinkaars zijn er verschillende maten. Zo hebben we een kleine versie, hebben we een middelgrote versie en heb je een XL versie. En die heeft zelfs drie lonten erin zitten. Nou, daarbij hebben we ook nog de keuze tussen de gewone zonder geur en dan hebben we degene met geur. Nou, die geur, daar zit een citronella geur in. En wat doet die citronella geur? Muggen komen af op jouw huidskeur, op de geur van de mens en daardoor kunnen ze jou steken. Nou, wil je dat nou voorkomen, dan steek je die aan met een citronella geur. Die geur verbloemt jouw geur, waardoor ze jou niet kunnen vinden en je minder snel gestoken wordt. Nou, als dan met vuur in de tuin wil gaan werken, dan zie ik hier achter zo'n mooie wand. En daar wil ik ook wat licht in brengen. En daar heb ik dan die tuinvakkers voor. Die hebben in deze maat. En daarnaast nog in een wat kleiner maatje. Deze maat. En ik ga ze gewoon om en om verdelen. Ik heb in dit geval twee kleuren. Dat vind ik wel mooi. En ik steek ze gewoon zo tussen de planten in waar ik denk van daar staan ze wel mooi. Waar ik altijd voor oplet, is wel dat ze vrij staan. Zodat er niks in brand kan vliegen. Want dat is wel heel belangrijk. De tuinkaarsen die zet ik op een ondergrond die goed hittebestendig is. Want dat blik kan uiteindelijk heel heet worden. Dus zet hem niet op je tafel neer, maar altijd op een ondergrond die heel goed vuurbestendig is. Nou, op de tafel wil ik natuurlijk ook wat buitenkaars hebben. En natuurlijk in het midden weer zo'n citronella kaars. Nou, de laatste tuinkaars brandt ook. En moet je eens kijken wat voor een effect het is. Vuur in de tuin. Het terras staat vol in vuur. Dat is de trend van dit moment. Een en al gezelligheid. Eén ding wel, wees altijd voorzichtig met vuur.